Zes dingen die je moet weten over Mondriaan. Piet Mondriaan, de man die alles veranderde. 1. Mondriaan is groot. Echt heel groot. Het lijstje met grote Nederlandse kunstenaars is indrukwekkend. Bovenaan staan Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan. Ook een van de allergrootste. 2. Mondriaan is, het klinkt misschien gek, een schilder. Mondriaan schildert met verf. En dat wonder dat kun je het best in een museum zien. Dan zie je dat de penseelstreek licht reflecteert en dat zo het schilderij tot leven komt. En wat ook heel bijzonder is, Mondriaan schildert lijnen en vlakken naast elkaar. Er ontstaat geen voor- en achtergrond. Hij weet iets te bereiken dat eigenlijk onmogelijk is. 3. Mondriaan leeft in een rare tijd. Hij wordt geboren bij het licht van een olielamp. En tot 1914 is alles, kunst, architectuur, zelfs reclame, 19e eeuws. Zeg maar ouderwets. En veel kunstenaars gaan daarin door. Maar er komt een radicale omslag. In 10 jaar tijd verandert de wereld. En Mondriaan loopt daar nog op vooruit. Hij is een van de eerste wereldburgers in de kunst. Hij woont en werkt overal. Amsterdam, Parijs, Londen, New York. Zijn naam en zijn werk wordt een wereldmerk. 4. Mondriaan, de uitvinder. Mondriaan vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit. Hij verlegt continu zijn grenzen en is op zoek naar het allernieuwste. De zwarte muziek, de ritmes van het moderne leven, jazz, alles boeit hem. Ja, en op zijn oude dag danst hij nog met jonge meiden de sterren van de hemel. 5. Mondriaan en zijn imago. Mondriaan wordt wel eens afgeschilderd als saai, als wereldvreemde zonderling. Maar als Mondriaan iets niet is, dan is het saai. Wat hij wel doet, is zijn imago cultiveren. Hij kan zogenaamd niet tegen natuur en tegen groen. Hij dompelt een gekregen bloem in witte verf. Als hij gaat eten bij iemand met uitzicht op Central Park, wil hij met zijn rug naar het raam zitten. 6. Elke Nederlander, nou ja, elke wereldburger, moet Mondriaan gezien hebben. En dan nu de reclame. De grootste collectie Mondriaan is te vinden in het Gemeentemuseum Den Haag. Daar is nu de meest complete Mondriaan-tentoonstelling ooit. De ontdekking van Mondriaan.